Ik heb nog een test. Ja. Oeh, oeh, ik heb iets op die kaart. Ik zei dat is Psalm 119 vers 11. Later, ik heb nog een Bijbel krijg. Oké, en Psalm 119 vers 11. Oké, oké. Ik heb die woord in mijn hart te bêre, dat ik dit niet zal zonder. Waar kan ze bêre? Ek weet, een laar. Julle, kom ons gaan! Oké. Okay. Okay. Wacht, ons check die kaart alsjeblieft. Oké. Kom ons gaan! Go! Ek sal gou Bybel gaan haal. Bybel. Hier is die Bybel. Dit is cool. Wow, okay. Okay, ek gaan hier lees 2 Timoteus 3 vers 16. So dit staan hierop. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde deur reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Okay, julle. So wat kan ons hier onthou wat ons nou net gelees het in hierdie vers? Dit leer vir ons die waarheid. Dit wys vir ons wat verkeerd is. Ja. Dit leer vir ons om dinge reg te maak. En dit leer vir ons om reg te lewe. En dan is ook onthou om die Bybel in ons hart te dra. Ja, ja. Kan ons ons volgende Leidraad probeer kry? Ja. Oh, ja, kom, 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 kom